Dan doen ze gewoon een afval, een HC'tje. Zie je hier weg dan? Oh, die zien nog weer terug, hoor. Ja. Zeg het eens toen. Ja. Zeg het maar. Zeg het maar eens. Wat moeten we nou gaan zeggen? Royes. Ik zeg het. Krantje ziet er wel goed uit. Krantje ziet er wel mooi uit, hoor. Ja. En die vrouw, Lee? Ja. Stoor dat blief maar aan het zeggen aan. Ja, ik snap dat niet. Het moet er onderhand water op hebben, twee water, of niet? Ja, maar dat wordt regelmatig bijgevuld. Ja. Dat wordt regelmatig bijgevuld. De vrouw gingen fietsen, maar die zien alweer hard terug, zeg je. Ja. Die gingen nou richting rond Deurne. Als het goed is, zien ze, als het goed is, als de zegening gewerkt heeft, dan komen ze vandaag. Dan komen ze vandaag allemaal heel terug. De kuil zou in ieder geval heel blij dat ze gingen, want ze waren vol enthousiasme uitgezwaaid. Ja. Die hebben het een keer een dag verregeld. En dom was die zegening ook, hè? Ja, Dat die ook echt 3 dagen weg. Ja. Ik ben blij dat je er weer bent, jongen. Ja. Helemaal het mammetje. Dus dat gezondheidscentrum in Offeren, dat had zijn werk wel gedaan. Of zie je er dan je ziek van geworden? Ik denk het wel. Maar dan was het geopend, dus... Het is geopend? Ja, het was de een weg, kreeg wel het andere weer even, maar het, ja... Maar het is wel fijn om in het dorp zo'n centrum te hebben. Ja, om de hoek, je kunt er lopen, zijn waar. Ja, als motie wel. En duimpje voor het nieuwe gezondheidscentrum, toch maar even doen, hè? Hey, al die slag om waarschijnlijk goed voor ons. Nee, ja, ik zei het toch al, haal het dan wat af. Kom maar hier. Niet alles, hè? Een beetje maar... Nee, een beetje wat er laten zetten. Ja. Zo, en hier nog een beetje weg. Zo. Wat? Goh, jongen, dankjewel. Ja, ik gun hem ook wel wat. Ja. Vorige week had ik het dan met Chris nog over die... asielzoekers. Die moesten dus per 1 mei of per 1 juni moesten die weg, hè? Ja. Dus. En die zouden eigenlijk naar Asteria gaan voor die 12 dagen om te overbruggen. Ja. Nou zitten ze in Afrika. Ja. Ja, die zijn wel blij zijn dat ze niet gekomen zijn. Of die denken, of die asielzoekers denken van, wat hebben ze in Nederland beroerde hotels? Ja. Of, ja, het is toch een beetje een tegenvallertje dan, denk ik, voor die mensen. Hè? Ja, en dan hadden we dus die Oekraïners, die mochten er toen nog niet. Die mochten maar een paar dagen. Een dag, 24 uur. Omdat de asseldank er niet op berekend was en zegt voor langer verblijf. En hun moeten er 12 dagen blijven. Ja, dat strookt toch niet met elkaar? Dat is een beetje raar. De asseldank is er niet op ingericht om mensen zeg maar, zo lang te huisvesten. Dat moet ik van u zeggen. Maar het kan zo ook zien, hè? Als het naast nog de slaag gaat. Hè. Ja. Dat die allemaal een engeltje aanvragen naar de Gabel. Weer terug naar de Gabel. Ja. Dat het toch beter is. Ja. Dat weet ik ook, dan moeten ze buiten lopen. Ja. Dat is ook niet alles, hè? Nee, maar daar heb ik niks meer van gehoord. Dat zou wel niet meer zitten. Mag even knipje nou? Penge. Want ik hoor mijn eigen niet eens meer praten. Pwaah! Geen penge, met op denk. En een nieuwe fysiotherapeut in Wel. Ja. Onze vriend Derm is hij verhuizenlijst. Dat is van Panja terug. Dat hebben we gewoon verhuizen. Dat is de halve maand geluk. Baart van Roosmaar, ja. Maar zijn zoon, Bram, dan gaat die fysiotherapie doen. Ja, maar dat zit daar toch ook. Maar wel even een duimpje voor Bram. Bram. Ja? Ja. Een duimpje voor Bram. Veel succes, jongen, met ook naar je praktijk. Oké. Okay. En dan doen we ook meteen even een duimpje voor Jacques en Jill. Ja. Jacques Simons en Gilles Kersten. Ja, kijk. Schutters. Ja, die blijven maar schieten. Die blijven schieten. In de Sint-Petrus, hij is koning geworden. Ja. En zij is Gilles, jeugd. Jeugdkoning. Ja. Jeugdkoning. Ja. Prinsesje. Prinsesje. Je laat het zo benoemen. En dan nog wat even wat duimpjes voor de communicantjes hier in Siegewald. Ja. Even een duimpje. Ik weet niet hoe ze allemaal hieten, maar het waren een stuk of 7 geloof ik. Ja, 7 meen ik. Ja? Proficiat. Dus ook de reëntal hier zitten nou eigenlijk, hè? Ja. Zondag, strassenparty. Dan hoef je niet gaan te zetten, dat. Hartstikke druk weer. Ja. Wordt prachtig weer, trouwens. Prachtig weer. Hebben ze ook maar een keer verdiend, nou vorig jaar. Vorig jaar was er veel regen. Ja. Maar nu die strassenparty, internationaal, van Siegewald naar Hullum. Hullum noemen ze dat dan, ja.
Maar ik weet hier op de Peul, dat heet dat Gogh. Wat let Hulum dan eigenlijk? Hier ja. Is dat hier bij de Gaasdonk. Ja, zeker. Daar een beetje raaks. Is dat een gehuchtje meer? Ja. Hulum. Hulum, ja. Dat heb ik nooit geweten. Ik snapte dat eigenlijk nooit. Ik denk van nou... Maar vroeger ook goede kermissen altijd. Ja. Ja, die kermissen waren vroeger altijd... Ja, maar daar helemaal. Afgelopen weekend Pinksteren, van alles te doen geweest. Ja, er genoeg doen was, ja. En wel was een verrassingsoptreden van Mac en de Nuggets. Ja. Dat was op de vrijdag. Komt schijnbaar wel een herhaling van de keer, dus... Ja. Een buurttoernooi in Wel was er. In Wel, ja. Vooral in Wel was er wat er ja, ja, een hele deur op zonder op zijn koop. Het buurttoernooi was hartstikke mooi. We hebben weer flink gevoetbald op de veld. En er was de kampioenswedstrijd van Heijen. Het was ook in Wel, hè? Van, ja, tegen EWC. Ja, dat maak je. Ja, dat maak je die van EWC. Met het buurttoernooi hebben ze harder gelopen als met de wedstrijd van EWC tegen Heijen. Is dat niet normaal? Dat is een beetje raar. Afgemaakt. Ja. Dus EWC had er eigenlijk wel de braai aan gegeven, ja. Hè? Die zien er ook helemaal klaar mee. Ook voor volgend seizoen trouwens. Die gaan niet verder meer als in de vierde klasse. Nee. Die gaan als bitterballenteam gaan ze verder proberen ze in de vijfde klasse. Ja, je probeert niet proberen af van nou te doen. Dat heb ik dus ook begrepen. Ja. Volgend jaar een jaartje vijfde klasse. Ja. Hopen ze dan nog een keertje kampioen te worden. Ja, en dan schijnen ze eruit. En dan gaan ze wellicht zich aansluiten bij de veteranen. Of bij Maasduin, hè? Ja, kan ook. Bij de MSH Maasduin. Ja, als ze dan nog maar kans krijgen, wel. Maar inderdaad, eigenlijk een HC'tje, hè? Ja. En, wat HC, kampioen geworden. En volgend jaar Maasduinen. Ja, en er was er in Alberg was de tweede keer de garages, hè? Ik weet niet of het goed verlopen is. Het was bijzonder goed verlopen. Okay. Twee keer zoveel deelnemers als vorig jaar. Dus mensen die zeg maar de rommel kunnen lopen. Ja. En alles bij elkaar. Enkele honderden bezoekers. Kijk. De Vulkenskuul. Het zijn naam eer aan gedaan. Ja. En dan mooi kleintje. Of mooi kleintje en dan oh, hier zit Nick. Ja, toch weer een mooi treintje toen. Ik kan er maar niet over u. Nee, maar er zijn nog meer mensen die dat wel niet gaan doen, hè? Nick van der Hurk, het echt. Dat doet regelmatig doet hij op Facebook verhaaltjes vertellen. En nou had hij een mooi stukje geschreven in de krant. Open en transparant. In de krant. Ja. Nick van der Hurk, moet gewoon even lezen. Ja, nee, maar de krant die werd dan nog steeds beter. Gebruikt, hè? En dat is ook de bedoeling. En die kaartjes voor Perokkenvel? Die vlogen zo schijnbaar weg, of niet? Die stonden nog niet online, zou ik maar zeggen. Ja. En 300 stuks had de gemeente er gekregen tegen een goedkoper tarief. Ja. Voor de zondag Perokkenvel. Helemaal niet verkocht. Ja, kijk. Dus gemeente is niet verkocht. Niks meer. Ja. Wees je nog in het verkoop? Bescheiden eruit. Ja, we gaan de rest van de vaai al weten. Als jullie het filmpje leuk hebben gevonden, even een duimpje. Onder. Delen en reageren. Een fijn weekend. En tot volgende week. Ah, ja. Ik weet niet, mijn 100 mensen. Zullen die bandjes al opgepompt hebben? Nou, met die garages lijkt ik ze niet gezien in ieder geval in Albergen. Misschien dat ze hier in Siergewald met die straatseparty. Ja. Toch een beetje kopjes gaat jagen. Dat zou goed kunnen. Met zo'n kuffertje achter zich aan. Ja. Voor de aanbiedingen. Ja.